Buitenlands beleid, regering Boutersen brengt $83 miljoen op. Het buitenlands beleid van de regering Boutersen-Adien heeft Suriname in de afgelopen periode een voordeel van rond de $83 miljoen opgeleverd. Deze informatie deelde minister Ildis Polak-Beekli van Buitenlandse Zaken op dinsdag 14 mei in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de staatsbegroting 2019. De bewindsvrouw benadrukte dat het niet gaat om leningen, maar om voordelen uit overeenkomsten en samenwerkingsprogramma's met andere landen, buitenlandse partners en internationale organisaties. Dit komt neer op een rendement rond de $83 miljoen aan concrete projecten, activiteiten, dienstverlening, institutionele en capaciteitsversterking, aldus minister Polak-Beekli. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.